set. Kijk even. Als je van kleurrijke requisieten houdt, ook voor kindershows, is dit wel een heel mooi ding. Nou, dit is meer voor transport dat het nu zo samengepakt zit. Want dit apparaat, het huisje van de clown of de caravan, die kun je even loshalen. Die zet ik even hier neer, even schuiven. Zo. Het is namelijk zo. Wij hebben hier een circus, zeg maar. Kijk, hier heb je het circus. Dit is de tent waar de tijgers slapen en verblijven. Dat kan ik zo laten zien. De tent waar de tijger slaat. En hier in de caravan woont uiteraard onze clown. Zie? Nou, die clown die rijdt heel graag in zijn autootje. Maar wat is heel belangrijk is, aangezien tijgers heel gevaarlijk zijn, is heel belangrijk dat die clown nooit bij de tijgers gaat. Zou die naar de tijgers gaan, moeten jullie het even laten weten. Want dan krijg je grote problemen. En dat willen we natuurlijk niet hebben. Dan krijgen we de grootste problemen. Wat zeg je? Is de clown naar de tijger? Nee, lijkt me sterk, want dat zou je nooit doen. Ik zal even kijken. Nee, kijk, hij zit gewoon hier in het circus. Niks aan de hand. Geen paniek. Kijk. Ja. Nee, het is wel belangrijk, want als hij echt daar naartoe zou gaan, je kunt je voorstellen, als een clown naar tijgers gaat, hè, een tijger die valt hem aan, en dan krijg je de grootste Wat zeg je? Is hij weer bij de tijger? Is die clown echt bij de tijger? Serieus? Nee, ik kan me dat niet voorstellen, want die clown is slim genoeg om niet naar de tijgers te gaan. Maar als jullie willen dat ik het check, dan kijk even, nee, hij zit gewoon, zie, in het circus. Geen probleem. Oké. Nou, zo kun je natuurlijk doorgaan. En de kinderen blijven, telkens als die clown voorbij rijdt, blijven ze roepen dat die clown naar de tijger gaat. En op het laatst zeg je, oké, echt waar? Nou, ik kan me niet voorstellen dat het zou gebeuren. En dat gebeurt dan ook niet, want de clown is zowel niet in het circus. Even voor de zo. Hij is ook niet meer bij de tijger. Sterker nog. Help, paniek. Waar is de tijger? Oh, de tijger is ontsnapt, zie ik hier. Want die is namelijk hier terecht gekomen. Die gaat weer keurig terug in zijn hok. En uiteraard zit de clown keurig en veilig terug in zijn caravan. Zo, dit even mooi dichtmaken. Zo. Nou, dit is even een puur voor het idee presentatie. Je kunt natuurlijk helemaal uitwerken zoals je zelf wil. Maar ik kan je verzekeren, reactie gegarandeerd als je het goed brengt. Kinderen schreeuwen alles bij elkaar. Nou, dit zijn echt heel mooi gemaakte attributen. We hebben er een stuk of 6 van deze. Nogmaals, dit is handig gemaakt, zodat het allemaal mooi bij elkaar kan als je het pootje goed draait. Het gaat allemaal mooi bij elkaar, wordt transport. Kees de Clown heet dit. Makkelijk te vertonen, kleurrijke requisieten in het Nederlands, circus en tijger. En deze kost 225 euro. Kees de Clown.